Op dit moment zit ik in een 2-jaar traject, een ontwikkelingstraject. Dat heet het Nieuwe Makerstraject. Dat is een samenwerking tussen Jazz International en Fonds Podiumkunsten. Waarin mij eigenlijk werd gevraagd van oké, wat heb jij nodig om de volgende stap te kunnen zetten in jouw artistieke carrière? Jazz International kende mij van Cool Harbor. We hebben ooit onze albumrelease in de Doelen gedaan bij Jazz International. En zo kwamen ze eigenlijk bij mij terecht en dachten ze van oké, we willen hem een stap verder gaan helpen. Dus we hebben eigenlijk een plan gemaakt waarin ik artistiek, inhoudelijk, maar ook zakelijke coaching krijg. Van Jazz International, maar ook van coaches buiten Jazz International. En zij zijn voor mij, ja, wat zijn ze niet op dit moment voor mij? Het zijn eigenlijk begeleiders, coaches, maar ook sparringspartners voor komende projecten. Dus ja, je moet het eigenlijk zien als een soort persoonlijk begeleidingstraject op maat. Qua inspiratie voor de muziek, dat was natuurlijk een soort carte blanche. Zo van, oké, Robert, ga maar maken wat jij denkt dat jouw muziek is. Dus dat was best wel lastig om te vinden eigenlijk. Ik heb best wel veel verschillende dingen gedaan, muzikaal. Maar in de eerste paar repetities voelde ik wel, we speelden wat schetsen en wat impro's. Voelde ik wel dat het al een bepaalde kant op ging. Dus die kant heb ik een beetje geprobeerd samen te vatten als het ware in stukken. En daar een beetje verschillende stijlen in geprobeerd te vatten als het ware. En dat is de plaat geworden. Alessandro en Willem, juist waarom ik met hun wilde werken is omdat zij superveel input hebben. Zij hebben ook, nou ja goed, ik kom met de compositie aan, maar uiteindelijk hoe we het spelen, dat is denk ik misschien nog wel voor een groter percentage hun input dan mijn input. Dus het is echt een band. Het is niet per se dat ik de solist ben en dat zij mijn begeleiders zijn, maar we zijn echt samen een band.